Vandaag maak ik mijn ronde door Kleurstad als politieagent. Want ik ben echt een hele goede politieagent. En ik ga niks doen om deze baan te verpesten. Of word ik toch voor de gek gehouden? En zit ik misschien zelf al in de gevangenis? Oh nee, dat zou toch niet zo mooi zijn? Je ziet het vandaag in de Kleurstad Survival. Hallo jongens en meisjes. En welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler. Vorige keer zijn we aangenomen als politieagent. Ik heb de eerste dag als politieagent erop zitten. En dat ging wel goed. Want omdat Giel de regels had overtreden, moest hij in de gevangenis. En eigenlijk is het wel zielig voor Giel. Maar ja, hij had wel de regels overtreden. En dat mag niet. Dus vandaag gaan we weer werken bij het politiebureau. En ik heb er wel zin in. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op de vuurtoren of fame. Deze keer zijn dat Alwin Bloem, Liam Boonstra, Marieke Buisman en Sanne en Alexander 982 zeggen. De code van de burg is 1236. Zes! Wow, ja, dank jullie wel voor de leuke reacties. Jullie hebben het zeker verdiend om op de vuurtoren of fame te komen. Dus gaan jullie met me mee naar de vuurtoren of fame. Maar eerst gaan we even douchen, want dat moet ook. En na het douchen zijn we natuurlijk weer helemaal klaar om te gaan. Kijk, ik ben natuurlijk in mijn dirthut in Dirtdorp. En hier heb ik nog allemaal spulletjes. Kijk, ik heb een bordje voor op de vuurtoren of fame. Die heb ik hierin gedaan. En kijk, oh, kijk, hier zit ook nog wel wat eten. Dat kan ik ook meenemen. Ja, kijk, want mijn dirtdorp staat er mooi bij. Met de gezichtjes op de dirtberg. En daar staat natuurlijk de vuurtoren of fame. En wil jij nou op deze mooie vuurtoren of fame? Laat dan een leuke reactie achter met wat ik moet gaan bouwen in dirtdorp van dirt. Want ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel goede ideeën. Maar die hebben jullie wel. Dus laat me die even weten. En die komen de volgende keer op de vuurtoren of fame. Dan kunnen we hier naar boven. En ik heb gelukkig een bordje en wat eten. Dat is wel handig. Hier naar boven. En dan hier nog verder naar boven. En dan kijk hier. Hier komt het bordje. Het vijfde bordje al in deze dirtdorp. Wel, wel met een mooie meer. Het is heel ondiep. Maar dat is niet erg. Kijk eens. Nu hebben jullie ook een mooi plekje op de vuurtoren of fame. Met mijn mooie duikplank. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Want daar kan ik vanaf springen. En dan gaan we daarna echt werken vandaag. Want we moeten gewoon werken. We hebben een echte baan. Als een politieagent. Kijk in mijn dirtdorp. Au. Oh nee, je moet niet naar beneden vallen. We zitten hier helemaal bovenop. En dan kunnen we zo naar beneden springen. Boink, woehoe. Woe. Zo, net op het randje bijna weer. En vergeet niet, wil jij dan ook op de vuurtoren of fame? Dan moet jullie iets achterlaten wat ik kan maken van dirt. Ik wil eigenlijk meer dirtgebouwen hier. Oh ja, kijk. Bijvoorbeeld hier zit nog dirt in mijn kistje van de vuurtoren. En als ik dan iets wil maken en de leukste reacties, dat ga ik maken. Net als hier in het water bijvoorbeeld. Kan ik gewoon een boot maken van dirt. Een dirtboot. Ja, dat is mijn eerste project. En dat heb ik zelf verzonnen. Maar dan mag ik ook op de vuurtoren of fame helemaal bovenaan. Kijk, dit wordt een dirtboot. De dirtboot. Het wordt een hele mooie boot van dirt. En dat kan ik goed maken hoor. En misschien kan Klus er dan wel een mooiere boot van maken. Maar ik vind hem eigenlijk wel mooi zo van dirt. Dit is echt eigenlijk de mooiste boot dirt. Maar omdat hij van dirt is, kan hij eigenlijk niet varen. Het is niet als een echte boot, helaas. Maar misschien kan Klus dat wel regelen. Dat we de echte dirtboot kunnen laten varen. Dirt, 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 dirt. Hier staat hij nog. Durf, durf, durf. Zo, kijk. Dit wordt de... Oh, wow, wow. Zit water in mijn boot, jongens. Nee, dit wordt de boeg. Zo. Durf, 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 durf. Durt, 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 durt. We hebben wel genoeg durt. Ja, anders had ik nog meer durt in de vuurtoren, zag ik. Oké, kijk, ja, zo en dan zo, 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 zo. Oh, nee, ja, nou, misschien mag je daarop zitten. Is dat de zittende durt? Even kijken, durt, 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 durt. Kijk, nu heb ik al een mooie boot. Oh, maar dan kan ik er helemaal niet in. Dan moeten we ook eigenlijk de achterkant heen erin kan, ja. Zo kan je in de boot. En dan hier kan je sturen en zitten. Dit is toch wel een mooie boot zo. Even kijken, misschien gaan we hem nog groter maken. Is dit een goed idee als eerste idee? Een dirtboot voor de zeilen op te hangen. Zo kan ik dat. Hop, hop. Ha, kijk. Auw. Wow, dat moeten we niet doen van beneden vallen. Maar dat, kijk, nou is het een echte boot. En als ik dan wil varen naar de andere kant, dan kan ik dat gewoon. Wat vinden jullie van mijn dirtboot? Of hebben jullie een beter idee? Dus niet vergeten, wil jij nou ook op de vuurtoren of fame? Laat dan een leuke reactie achter wat ik kan maken van dirt. En de mooiste en de beste ideeën, die gaan we maken van dirt hier in mijn dirtdorp. Maar ja jongens, ik ben al bijna te laat voor mijn baan in Kleurstad. Daar moet ik natuurlijk wel nu heen. Want we moeten natuurlijk wel de uren maken, anders krijgen we daar geen dirt betaald. En dat is niet handig. We kunnen gelukkig wel met de trein. Want met de trein zijn we zo snel in Kleurstad. In Big Bang, ik heb een dirtje betaald. Ja, dat kunnen we doen. Woehoe, daar gaan we naar Kleurstad. Met de trein ben je er snel.
Ik heb zin in mijn baan, jongens. Lekker werken. Ik ben een politieagent. En als we in Kleurstad zijn, dan moet iedereen naar mij luisteren. Want ik ben ook een politie. Ja, we zijn er bijna. In Kleurstad. Kijk, daar is de Kleurstad. En hier is de deurtstation in Kleurstad. Ja, kijk. Oh ja, dan moet ik hier de deurt weghalen. En als ik de deurt heb weggehaald, dan zetten we het wel weer neer. Want het moet wel geheim worden. En dan kunnen we hier nog naar boven. Let's go. Woehoe. En dan zijn we zo in Kleurstad, jongens. Oké, kijk. Hoppa. En dan kunnen we hier door naar Kleurstad. Kijk, hier zit het geheime knopje voor de deur. Kijk, dan is je weer dicht. En dan zijn we zo in ons deurthuis in Kleurstad. En dan doen we hem weer dicht. Maar ik heb geen deurtje. Oh, nee. Oh ja, hier zit nog een deurt in. Die kan ik nog eens neerzetten. Kijk, en nu is hij weer dicht. Nu is de geheime Kleurstad dicht. Oké, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan snel omkleden voor onze baan. Oké, ik ben omgekleed. Zie maar, ik heb een broodje bij. En ik kan alleen wel weinig zien. Want kijk dan, mijn hoed zit bijna over mijn ogen heen. Maar laten we maar eens een rondje gaan maken in Kleurstad. Om te kijken of alles veilig is hier. En mijn achtertuin, de kip is daar alleen. Ja, nee, hier zal wel niemand zijn. Hier zal het allemaal veilig zijn achter mij. Want ze komen niet bij een politieagent in de achtertuin. Kijk, hier is de Klutsut en de Powerhouse. Hier, een kip, krijg jij eitje terug. Misschien bij Giel even kijken of alles veilig is. Oh nee, Giel zit natuurlijk in de gevangenis. Dus is hier allemaal afgesloten. Want ze gaan hier alles verbouwen. Kijk, en daar staat ook een heel mooi nieuw gebouw. En daar staat de supermarkt. Daar zal het ook wel veilig zijn. Maar waar is iedereen eigenlijk? Moeten mensen niet werken? Of zijn we allemaal politieagenten en Giel zit gewoon in de gevangenis? Dan zijn we met z'n allen een grote politiefors. Oh ja, nee, Noob. Je bent altijd zo snel afgeleid. Je moet wel je rondje afmaken om te kijken of alles veilig is in Kleurstad. Want anders zorg ik er dadelijk voor dat het niet veilig is. En dan word ik daar gelijk ontslagen op mijn tweede dag al. Dat kan helemaal niet. Oh nee, daar moeten we wel voorkomen. Oké, we gaan eerst even kijken of er niemand hierachter zit. Een rondje lopen of Kleurstad helemaal veilig is. Want als er mensen zijn die hier niet mogen zijn, dan ga ik ze gewoon arresteren. Of niet, koe? Ja, hij zei die moe, moe, hoe, zegt de koe. Oké, dan moeten we wel zorgen dat de McDonald's ook veilig is. Zie, ik heb al een beetje honger, maar ik heb gelukkig wel een broodje bij. Laten we dan kijken in de McDonald's of alles veilig is. Kijk, wow, hier ligt gewoon vlees te branden. Dadelijk brandt heel de McDonald's af, omdat het hier... Nou ja, maar het is nog niet klaar. Oh, dat kan nog niet afbranden, denk ik. Ik zal het niet meenemen, maar... Oh ja, ik heb natuurlijk gewoon mijn broodje nog. Die ga ik lekker eten als lunchie. En dan hebben we de McDonald's goed beveiligd. Het is wel helemaal leeg. Ik hoop dat het wel goed gaat met de klanditie, want anders gaat McDonald's eigenlijk failliet in zijn McDonald's. Als hij helemaal geen klanten heeft, maar het is in ieder geval wel veilig. Dat is goed, hè? En laten we ook even het museum een rondje lopen, want in het museum daar ligt de allereerste diamant van Giel. En die is toch wel veilig, maar kijk, hier liggen allemaal lege dingen. Eigenlijk moeten er allemaal mooie dingen in het museum komen te liggen. Oké, en dan ga ik toch nog maar even een rondje maken. Oké, en hier is het bovenop de McDonald's. Daar heb ik goede zicht, want dan kan ik alles zien. Kijk, het hotel is ook veilig. En daar is het politiebureau. Kijk, oh ja, daar zit Giel nog in de gevangenis. Zullen we eens kijken hoe het met hem is dadelijk? Nee, laten we nog niet gaan kijken, want hij moet eerst een tijdje in de gevangenis, want hij moet zijn gevangenisstraf uitzitten. En dan mag hij ook geen vrienden op bezoek, want eigenlijk zijn we nog wel vrienden, maar ik ben wel politie, dus ik moet mijn baan boven vriendschap stellen, zeggen ze. Want anders dan krijg ik daar problemen met de rest van de bewoners van Kleurstad, en dat wil ik niet. Als iedereen aan het werk is, dan kan ik misschien wel even kijken bij het huis van de pro. Oh ja, daar ben ik echt nooit geweest. Hier, ze zijn alles aan het weghalen hier. Het zit helemaal volgestort met dirt. Het is eigenlijk niet om te zwemmen, maar het is wel veel mooier dan water, toch? Dan zijn jullie met me eens. Ja, toch. Maar ja, we gingen naar het huis van de pro. Hier is mooi water. Moeten we wel met de brug eroverheen. Snel wat eten, meten en gaan. Oké. Kijk, hier is het huis van de pro. Hij heeft zijn goed de deur openstaan. Dat moet helemaal niet. Nou ben ik een politieagent. Dan kan ik gewoon... Oh, kijk, heeft hij diamanten. Nee. Ik ga niet stelen. Want anders moet ik dadelijk de gevangenis in. En dat lijkt me niet handig. Kijk, en hij heeft er allemaal kleren in zijn kast. En hier, ik kan hierin gewoon naar binnen lopen zomaar. Oh, wow. Ik ga wel gewoon zitten op de bank. Nee. Ik ben de politie. Oh ja, kijk. En hier staan boeken. Misschien staan daar alle geheimen in van de pro. Die vind ik... Oh, zal ik die... Nee, ik moet ze niet meenemen. Ik ben een politieagent. Dat mag ik eigenlijk niet meenemen. Oh, dat is zo moeilijk. Oh, die alle geheimen van de pro's is hier. En heeft hier een tuintje zelfs. Oh, en hier is een werkkamer. Wow. Oké. Laten we snel weggaan. Want anders dan denkt de pro dadelijk dat ik een dief ben. En dat wil ik niet. Want ik wil niet de gevangenis in. En zeker niet als politieagent word ik dan zeker ontslagen. We hebben het rondje gemaakt in Kleurstad. En we weten dat alles veilig is nou. Oh nee. Ik ben helemaal nog niet in de dierenwinkel geweest. Oh, maar er zijn helemaal geen dieren meer. Heeft Giel alle dieren verkocht dan? Nou, dan kan
kan je ook geen dieren meer stelen. Dus dat zal wel veilig zijn hier. Nou ja, en hier een powerhouse, dat heeft een alarm. Dus als er iemand binnen is, dan horen we dat vanzelf wel, joh. Dan wordt de politie vanzelf geroepen. Oké, ja jongens, ik heb nu een heel rondje gemaakt door Kleurstad. Dus laten we nou naar ons werk gaan. Want het is volgens mij wel veilig hier. Ja, ja, ja. Ik ga gewoon terug naar mijn werk. Hey, Noobie. Hey, Mick. Hoe is het met de afbraak van het zwembad? Zit het daar allemaal goed? Ja, goed. Ga Giel maar even irriteren. Hij is boven. Ik ga Giel beveiligen, ja. Ja, ja, ja. Ga je maar afbreken verder. Hallo. Hallo, Giel. Vermaak je een beetje? Ja, het gaat fantastisch hier, hoor. Echt wel. Maar er is één probleempje hier in mijn cel. En dat is het volgende. Ik heb dus zeg maar een gat Giel, hier in mijn Giel, cel. Wat is kijk er? Bij je raam. Wat bij mijn raam? Wow. Wat is het? Wat doe je? Pap! Nick, waarom gooi je eieren tegen mijn raam aan? Eieren! Ik moet zeggen dat hij daarmee stopt of zo. Hij gooit eieren tegen het politiebureau. Doei! Oh, jongen. Heb jij nog iets leuks te vertellen? Nou, misschien? Als jij gewoon hier blijft zitten, dan ga ik hier computerspelletjes spelen. Want dat vind ik leuk. Maar vertel dan een beetje wat je doet, want ik verveel me echt helemaal dood. Oké, dit is een scherm, maar volgens mij is die kapot. Want die blijft alleen maar op kill. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Geen leuk spelletje. Ik heb een probleem hier. Ja, zo, je zit een probleem, binnen. Want je zit in de cel. dat snap ik, Noob. Maar kom eens even hier bij de tralies. Ik wil eventjes het probleem uitleggen. Nou, er zit dus hier op de grond zit een gat. En daardoor zou ik kunnen ontsnappen. Oh. Alleen, ik kan het moet niet je goed even zien. Dichtmaken. Want ik heb dus geen blokken bij. Want ik zit natuurlijk in de cel. Ik heb er helemaal niks bij. Ja, nou, ik kan het niet goed zien. Want ik heb mijn politiepetje weer opgedaan. Misschien moet je even naar binnen komen. Dat is, dan waar blijf zit ik hier staan. Ik kan het vanaf hier denk ik misschien wel zien. Nee, Noob, het zit precies achter die wc. Je kan het niet zien. Echt waar? Oké, wacht even. Ik ga even kijken. Het is echt helemaal daarachter in die cel. Wat is de code ook alweer? Geen idee wat de code is, Noob. Oh, ik moet even kijken. Wist ik hem maar. Oh, ja, ik heb hem. Waar zit hij? Ja, oké. Okay. Ja, daar helemaal achterin. Nee, hier? Nee! Okay. Nee! Wat is dit voor commotie? Nee! Hallo? Bro! Nee! Ik kom niet terug. Ik kom niet terug, ik ben er helemaal klaar mee, oké? Okay? Nee, ik kom niet terug! Niet stilstaan! Oh, nee! Nu zit ik in de gevangenis in plaats van Giel. Oh, dit is echt zo... Dom. Oh nee, dan word ik zeker ontslagen als politieagent. Oh nee, dan heb ik mijn baan al verknald. Op de tweede dag al. Oh nee. Nou jongens, vond je dit nou een leuke video? Dan moet je even zeker abonneren. En wil je nog een nieuwe video zien? Klik dan op deze. Of op deze video. Dan moet je klik. Tot de volgende keer. Doei. Oh nee, nu zit ik echt gevangen in de gevangenis zelf. Oh, wat dom, Noobie.